Ik wil jullie niet.
Het is vandaag zaterdag. Welkom bij je nieuwe vlogdag. Waarom zing ik het eigenlijk? Anyway, gisteren hadden wij dus een Betwaan Event Plaza. De girls waren mee, Ries en Shelly. En daarna hadden wij ons 15-jarig bestaan in Tropical, mensen. Ja, ja, in Den Haag. Het was lit. En het was echt pompvol gewoon. Niet normaal. We hebben nu ook een gig in Utrecht. Een dia. Dus vandaar dat ik ook weer gedrest ben. En richting de bia zo meteen ga. En dat ze maar nog een vergadering.
En mensen, dit was alweer vlogweek. Zoals jullie zagen, hebben wij onze 15-jarige bestaan gevierd in Feesthal Tropico. Het was bomvol. Het publiek was aan. Ik wil iedereen bedanken die in Tropico waren geweest voor ons, om ons te supporten. En ja, zoals ik al zei, de podium ging kapot en de podium ging letterlijk kapot. Was daar zo'n gekke robot gekomen. Twee leuke danseressen. Het was gewoon alles erop en eraan. Taart hebben we gegeten. We hebben geproost. Daarvoor hadden wij een andere gig in Event Plaza. Was een besloten gig. En daarna gingen we door naar Tropico. En de volgende dag hadden wij een andere besloten gig in Utrecht. Dat was een Bia. Dat hebben jullie dus ook gezien in de beelden hiervoor. Tevens is het ook mijn laatste optreden geweest qua dansavonden. Die ga ik ook niet meer doen. Jullie zien mij volgend jaar weer terug op het podium. Ik zal nog wel blijven vloggen. Alleen jullie gaan mij niet meer zien vloggen als ik on stage sta. Want zoals velen van jullie weten ben ik zwanger. En ik moet nog 13 weetjes. En dan is de kleine er. Dus dan ga ik me dan lekker op focussen op mijn gezin, op mijn kleintje. En volgend jaar ben ik gewoon weer terug. En ik ga niet stoppen bij Gentle. Dus ik kom terug. Dus voor nu doe ik het gewoon lekker rustig aan. En ja, ik zie jullie gewoon volgend jaar. Ik zal ook nog steeds blijven vloggen. Alleen het zullen een beetje een andere vlog zijn dan hiervoor. Geen gigs vlogs, maar wel andere leuke dingen. Dus ja. Voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan even op mijn kanaal. En om geen video van mij te missen. Tenminste, so you know the vibes. En ik zie jullie weer in mijn andere vlog.